Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Dierenspeciaalzaak Dobie Leidsenveen, Dierenspeciaalzaak Dobie Scheveningen en Hart voor Dieren, het magazine voor alle dierenvrienden. Welkom dierenvrienden bij een nieuwe aflevering van Dier en Vriend TV. En ditmaal gaan we eens lekker verder met de honden van het Haags Dierencentrum. En kent u haar nog? Anita, wat leuk dat ik jou eindelijk weer eens zie. Waar gaan we mee beginnen? We gaan beginnen met Dolly, een kruising bulldog die heel hard op zoek is naar een lieve baas. En kan je een klein beetje vertellen waarom die hier terechtgekomen is? Dolly is hier terechtgekomen omdat de eigenaar niet meer voor hem kon zorgen. Voor haar kon zorgen. En ja, die hadden nog een andere hond. Dus het werd het opvangadres. Het werd heel druk en die hebben die hier afgestaan. En wat zoekt hij nu? Ze zoekt eigenlijk ja, een heel erg leuk nieuw eigenaar of een gezin. Er zit alleen wel nog een verhaal bij. Hier bleek dat haar knieschijf niet goed zit. Dus ze moet geopereerd worden. Dat is die hond waar toen ook met de open dag een oproep voor gedaan werd. Voor een klein beetje te helpen in een vreselijke dure kosten die jullie hebben gehad. Hè? Klopt. Nou ja, die eigenlijk nog gaan volgen. We hebben een specialist bereid gevonden die Dolly wil gaan opereren. Dus we hebben een oproep gedaan op onze pagina op de open dag op Facebook. Om ons te helpen de operatie te financieren. Nou, daar is echt massaal gehoor aan gegeven. Dat is helemaal, ja. Ja, dat is weer echt hartverwarmend, hè? Hartstikke fijn is dat. Dus het geld ligt er. We hebben heel erg ons best gedaan om op voorhand een eigenaar te zoeken voor haar. Omdat de revalidatieperiode na de operatie natuurlijk van groot belang is. En hoe erg wij ook ons best doen, is dat vanuit het asiel natuurlijk niet ideaal. Kan die beter lekker in een huis liggen? Ja, alleen ja, dat is helaas niet gelukt. En haar knie gaat wel dusdanig achteruit dat we haar 3 december toch gaan laten opereren. Dus ja, mochten er nog mensen zijn, kunnen ze zich natuurlijk snel mogelijk melden. Maar anders wordt ze in ieder geval geopereerd en starten we de revalidatie hier. Maar hoe eerder ze ergens terecht kan, hoe beter. Dus eigenlijk zijn we op zoek, buiten het feit naar een lieve eigenaar die al op zoek is naar zo'n type hond, ook een eigenaar die zeker in het begin de tijd en geduld heeft om haar door die revalidatieperiode heen te helpen. Dus het liefste wel dat hij in ieder geval de eerste weken gewoon thuis is? Ja. Oké, dat moet gebeuren. Is hij dan voor de rest wel helemaal gezond? Verder is er niks met haar aan de hand. Het is een jonge, blije, vrolijke hond. Dus het zal ook nog wel eventjes wat moeite kosten om hem rustig te houden wellicht. Hier is ze buiten zo nu dan best wel heel erg angstig. Dat was ze in het begin niet. Dus misschien heeft ze ook wel een keertje zich echt heel erg bezeerd tijdens de wandeling. Dat ze daardoor wat angst heeft. En stress van al die blaffende honden? Ja, al heeft ze hier voordat het zo verkeerd ging met de knie ook echt onwijs leuk gespeeld met van alles en iedereen. Maar ook dat vooral heel even na de operatie en nu ook op een lager pitje moeten vanwege de knie. Ja, oké. Dus dit weekend, want deze uitzending wordt dit weekend natuurlijk uitgezonden en de week erop. In ieder geval de honden die nog niet zijn geplaatst. Dan kunnen de mensen in ieder geval, of haar moet ik zeggen, komen bewonderen. 3 december, dus als dinsdag is de operatie. Ja. En daarna zou ze opgevangen kunnen worden. Ja, dus ze kunnen allemaal terecht voor alle informatie en een kennismaking met haar. Ja, na de operatie zullen we natuurlijk eventjes moeten kijken hoe het met haar gaat. Maar iedereen moet gewoon langskomen. Wat wordt de volgende verrassing? Maatje is kleiner, een heel stuk kleiner. De volgende is Fox. En Fox is een kruising Jack Russell. Fox is helaas een paar weken geleden bij ons teruggekomen na een plaatsing van een maand of 6.
Omdat ze het alleen thuis blijven niet langer konden opbouwen dan een half uur. Daar heeft hij in het vorige huis dus problemen mee gehad. En verder is het echt een schat van een hondje. Hij was netjes zindelijk, hij kon met kinderen, hij kon met de katten, hij kan met andere honden. Dus verder is het gewoon een heel leuk, lief, aanhankelijk ding. Alleen wil hij er heel graag bij zijn. En zullen we dus mensen moeten vinden die zeker in het begin veel thuis zijn en het alleen thuis zijn heel rustig kunnen opbouwen. We gaan nu weer wat groter en dat is naar Dash. En Dash is een kruising herder. Knappe vent, zou je zo zien. Net 2 jaar. Zit hier al sinds juli 2012. Dus het wordt de hoogste tijd dat hij vertrekt. Dat is dus al meer, bijna 1,5 jaar. Ja. Waarom? Omdat eigenlijk nog niemand zich heeft gemeld voor hem. En ik snap het zelf eigenlijk ook niet. Dus ik denk dat de hoogste tijd is om hem extra onder de aandacht te brengen. Hij is als zwerf bij ons binnengekomen in eerste instantie. Via, als ik me niet vergis, de chip of andere tips zijn we wel in contact gekomen met de oude eigenaar. Die had hem herplaatst. Maar dat is niet langer dan 1 week geweest voordat hij bij ons binnenkwam. Maar die hoefde hem niet terug omdat het niet klikte met de andere honden in het gezin. Hij is niet zo leuk opgevoed. En die sporen, was een maand of 10 uit mijn hoofd gezegd toen hij binnenkwam, merkten we eigenlijk al direct. Voornamelijk de ervaringen met andere honden zijn ook niet altijd leuk geweest. Hoe daarop werd gereageerd. Dus we zijn hard met hem aan de slag gegaan. Zowel om het vertrouwen in mensen op te bouwen als met andere honden. Nou, inmiddels zit hij samen met een andere herder, Bella. Speelt hij daar eigenlijk heel de dag mee samen. Heeft hij hier al met veel meerdere andere honden gezeten. Is natuurlijk wel zo, als hij dadelijk geplaatst gaat worden, dat de eigenaar op een positieve manier verder met hem zal moeten trainen. Zo belangrijk. Dat is heel belangrijk. En zeker bij zo'n hond waarvan de ervaringen natuurlijk al niet altijd plezierig zijn geweest. Maar als je daar de tijd in wil stoppen en je wil hem begeleiden, dan heb je volgens mij echt een wereldhond eraan. En nog heel lang plezier van een schat van een hond waar je gewoon echt veel mee kan doen. Ja, maar hij is natuurlijk ook nog hartstikke jong, dus je hebt ook alle gelegenheid nog om dit te doen. Maar hoe reageert hij met kinderen? Kan hij daarbij? Nou, we adviseren dus sowieso echt wel oudere kinderen. Omdat hij natuurlijk in het begin zo ook de band met de volwassenen in het gezin opgebouwd moeten worden. Voordat hij daar het vertrouwen uit kan halen. En zolang hij dat natuurlijk nog niet heeft, wordt dat ook wat lastig met kleinere kinderen in ieder geval. Dus daar zijn we wel wat voorzichtiger mee. Al wil dat niks zeggen over als die band er wel is en mensen zijn met hem aan de slag gegaan, hoe dat dan gaat. Ja, oké, dat is logisch. Maar dat is, ik zeg het zo vaak, die band met je dier, als je daar de tijd in steekt, ik hoef het jou niet te vertellen en ik denk de meeste kijkers ook niet, maar geef je echt de tijd, dan ontstaat er echt iets, zoiets moois. Ja, zeker weten. En zeker als je daar op een goede manier mee omgaat en met genoeg geduld en echte positieve begeleiding, ja. Ja, ze kunnen eventueel altijd nog bij jullie ook dat langskomen bij de hondenschool om dat verder op te bouwen. Ja, ze kunnen alle begeleiding van ons krijgen die ze willen. We kunnen naar de mensen thuis gaan, maar zeker ook is er direct een cursus te volgen met hem. Er is een cursus geweest met vrijwilligers met asielhonden en daar heeft hij het ook super goed in gedaan. Ook weer om hem daar, vooral aangelijnd ook met 6 andere honden, positieve ervaringen op te doen aan de lijn en natuurlijk wat basisoefeningen. Ja, natuurlijk. Maar ik voel het zelf wel aan. Waarschijnlijk, ik kan natuurlijk nooit zekerheid over zeggen, maar dat hij toch in zijn tussenfase heeft hij het heel slecht gehad, vertrouwen kwijt. En ja, dat zal je als mens toch ook hebben. Als jou als mens iets overkomt, dan moet je toch ook eerst weer leren een ander te vertrouwen? Ja, er zit een herstelperiode aan en hij moet gewoon weer. En dat zijn we hier natuurlijk al 1,5 jaar mee bezig. Dus dat gaat hier met heel veel vrijwilligers hartstikke goed. En we zien hem ook zien de ogen opknappen. Ja, en de thuissituatie wordt natuurlijk toch weer iets anders. Dus vandaar dat we die mensen ook met liefde alle begeleiding geven die ze nodig hebben. Nou ja, super. En voor de rest is hij gezond? Ja, hij staat alleen hier op hypoallergeen voer, omdat de ontlasting daarop beter is. Maar wellicht kunnen mensen dat na plaatsing proberen over te stappen op gewoon voer na een aantal weken en kijken hoe dat gaat. Komt zo vaak door stress. Ja, en dat verwachten wij bij Dash ook. Nou, ik doe dat niet te vaak, maar dan krijg je voor deze hond, als je die plaats krijgt, ons cd'tje er lekker bij. Oké, nou dankjewel.
De vermiste dieren kunt u nogmaals bekijken op www.dierenvriend.tv. Hier kunt u ook vermiste dieren opgeven. Zit er een duif op een bed te broeden? Die duif is weg geweest, heeft de raam open laten staan. Dus die duif is op bed gaan zitten en heeft daar een nestje gemaakt. En die heeft daar dus eieren gelegd, maar nu kan zij dus niet naar bed. Met andere woorden, wij moeten maar eens gaan kijken wat deze duif, die zelf te lui was om een nestje te bouwen, al hem heeft uitgevreten en wat we eraan kunnen doen. Bij aankomst was het toch echt een opmerkelijk gezicht een duif te zien broeden op bed. Maar na overleg met de basis werd besloten dus om de duif te gaan vangen. Nou Loes, heel veel succes! Normaal gesproken is voor Loes een duif vangen natuurlijk een fluitje van een cent. Maar in dit geval liep het wat anders af, want het raam stond nog op een kier en de duif vloog weer naar buiten. Er zat dan ook niets anders op dan de eieren veilig mee te nemen en terug te keren naar de basis. Een dag later ging ik op pad met Xandra voor een privérit. Privéritten worden namelijk ook gereden door de dierenambulance voor diereigenaren die geen enkele andere mogelijkheid hebben met hun dier naar de dierenarts te gaan. Hier zitten overigens, in tegenstelling tot de hulp aan alle dieren die geen eigenaar hebben, wel kosten aan verbonden. Bij aankomst was het overduidelijk dat we ook echt niet voor niets waren gekomen. Wij zagen namelijk een poes doodziek liggen in haar mand en die moest natuurlijk met spoed naar de dierenarts. De eigenaresse van deze kat, die zelf ook in de problemen zit en al bijna 93 jaar oud is, vertelde ons eerst wat er allemaal aan de hand is met haar poekie. En dan heeft ze alleen zo'n klein hard rolletje gedraaid en ik denk dat nou heeft hier. Want meestal maak ik het gelijk schoon. Ja. Dat is het, een bolletje, een knikker. Ja. En buiten spelen ook niet meer. Nou, we gaan in ieder geval ermee naar de dierenarts. Maar wat ik dus goed, als ik het goed begrepen heb, u heeft nu eigenlijk een groot probleem. Ja. Uw dochter is destijds ook overleden, die heeft daar nog wel eens voor gezorgd. Ja. En nu, u bent zelf 93 jaar, u heeft ik helemaal... Ik word 93 januari. Bijna. Ja. U wordt bijna 93 en u kan op dit moment zit u echt in financiële nood. Oh ja, ik kan dat niet betalen zover. Nou dames, tot zo. We gaan dus nu met spoed met Poekie naar de dierenarts. En in dit uitzonderlijke geval, ook omdat haar dochter is overleden die vroeger nog voor het dier zorgde, hebben wij besloten als Dier en Vriend TV haar een stukje financieel bij te staan, want dit dier moet echt geholpen worden. Hij had vanochtend maar één drolletje. In tegenstelling tot anders twee. Snipje overgewicht. Precies. In de ogen te gaan. Is er iets bekend van de klacht wat hij zou hebben? Nou ja, nee. Hij heeft niks gezegd daarover. Over dat hij... Dat er maar één drolletje was en dat de ogen zo tranen. En dat hij weinig eten? Weinig eten, ja. En mevrouw zei dat hij erg ziek was. $37,500, dus een beetje te laag. Hij heeft dus allemaal vocht in zijn buik staan, hè? En zijn hart klinkt afwijkend. Hij ademt snel. Dus ik denk dat hij een hartprobleem heeft. En dat nu zijn buik vol loopt met vocht. Ik geef hem nu een vochtafdrijfmiddel. Dus die buik staat vol met vocht en waarschijnlijk in zijn borst heeft hij ook nog wel vocht. En hiermee gaan we dat vocht afdrijven. Dat doe ik eerst per injectie. En dan gaan we met tabletten verder. En dan gaan we eerst kijken of hij daarop reageert. En als hij reageert, dan gaan we hem een kans geven. Dus het is even spannend.
Helaas sloegen de medicijnen niet voldoende aan en verergerde de toestand van Poekie heel ernstig. Hoe erg we het ook vonden, er zat dan ook niets anders op als Poekie rustig te laten inslapen. Natuurlijk hadden we het graag heel anders gezien, maar we zijn wel blij om te hebben kunnen helpen en dat Poekie uit haar lijden is verlost. Hij zat er toch 1,5 jaar bijna? Ja. Hoe kan je dit nou voorbij lopen, zo'n dier? Nee, ja, je bent lief, joh. Ik ben er stil van. Echt, ik vind het onwijs kicken dit. Maar, hoe vervelend het ook is voor jou, we hebben nog eentje. En die moet ook behandeld worden, want elke hond heeft recht. Dus jij mag gewoon nog even lekker blijven staan. En dan ga jij het ondertussen hebben over de volgende. En volgens mij was dat een Stef. Ja, nee, een kruising. En die is ook als zwerf binnengekomen. 2013 was nog geen jaar oud, 4 januari. En toen kwam die bij ons binnen. Naamloos natuurlijk. We hebben hem Knappie genoemd. En naar verwachting, schatting is die bijna 3. Nou, Knappie heeft ook duidelijk negatieve ervaringen gehad. Daar zijn we langer mee bezig geweest in ieder geval, voordat we zijn vertrouwen hadden gewonnen. En dat hij, ja, bedacht dat we ook leuk waren. Nu zie je daar weinig van terug. Vindt hij ons allemaal hartstikke gezellig en gaat het goed. Ook met andere honden hebben we wel wat werk verricht. Maar ook hij heeft hier een leuk speelmaatje gevonden waar hij regelmatig mee op het veld staat. Waarom zit Knappie hier dan nog? Dat komt eigenlijk waarschijnlijk ook omdat hij een medisch verhaal heeft, bleek hier. Hij dronk heel erg veel, daarvoor zijn we het gaan onderzoeken. En hij blijkt diabetes insipidus te hebben. Dat is een lastig woord waar we mensen alles over zullen uitleggen als ze hier voor hem komen. Kort gezegd heeft hij 3 keer per dag oogdruppels nodig om zijn nieren goed te laten werken. Het is een afwijking die heel goed behandelbaar is dus. Maar goed, dan moet hij wel 3 keer per dag die oogdruppels hebben. En hij heeft een huidallergie waardoor hij op hypoallergeen voer staat. Moet alleen dat druppelen, is dat blijvend of is dat tijdelijk? Of weet je dat niet? Druppelen is blijvend, ja. Oké, dat moet men wel realiseren. Dus er moet wel iemand zijn die dat regelmatig ook kan en wil doen. Ja, en die het kan bekostigen natuurlijk. Er hangt daardoor wel natuurlijk een iets duurder prijskaartje aan zijn verzorging. Dus ja, daar... Om is het ook mede natuurlijk fijn om hem nu extra onder de aandacht te brengen. Want we hopen toch heel erg, ondanks wat extra kosten en medische zorg, ja, dat het hem niet belet om niet geplaatst te gaan worden. Ja, want anders blijft hij bij wijze van spreken tot de rest van zijn leven hier. En dat is ook de bedoeling niet. Nee, het is een jonge, energieke hond die heel graag ook wil dat zijn leven buiten de tralies hier van start gaat. Ja, begrijp ik. Maar ja, laten we zeggen, mensen, er zijn echt wel mensen... Die thuis zitten te kijken, die wat meer geld hebben en die dit makkelijk kunnen bekostigen. En dan is wat je zegt, dan is er zo'n hond dubbelend waard. Zeker weten. Knappie heeft er wat dat betreft alles aan gedaan. Hij eet zijn hypoallergene brokjes zonder problemen op. Hij staat keurig stil inmiddels om zijn oog 3 keer per dag te laten druppelen. Hij is hard aan het oefenen geslagen met ons vanwege het opbouwen van vertrouwen en het goede ervaringen opdoen naar andere honden. Dus we hopen dat iemand die zorg van ons overneemt. Gaan we nu, want het wordt eigenlijk steeds rotter weer. We staan hier inmiddels in de regen, daar is de camera ook niet blij mee. Maar we hebben nog wel een heel leuk klein hondje. Een kruising van 1 jaar of 12 die ook zeker nog een baasje verdient. Klopt. Diens wereld is een paar maanden geleden helemaal op zijn kop gezet toen zijn eigenaar kwam te overlijden. Toen is hij bij ons terecht gekomen omdat niemand verder voor hem kon zorgen. Je kan je voorstellen als je 12 jaar lang lief en leed hebt gedeeld met je eigenaar en je eindigt in één keer hier, dat niet prettig is. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. Dat is echt erg. En, ja. Want die eigenaar heeft hem van het begin af aan gehad ook. Voor zover wij weten wel. Ja, dat is een ramp. Dat is extra belangrijk, deze hond, dat hij zijn laatste jaren ergens heel erg liefdevol mag gaan slijten. Ja, zeker weten. Dus ja, het is gewoon een schattig hondje ook om te zien. We denken dat hij niet heel erg veel ervaringen heeft gehad met andere honden of met andere dieren. We hebben hem wel hier samen met ons honden van het personeel gehad. En dan blaft hij gewoon heel erg en je merkt dat hij het niet echt gewend is. Maar we gaan hier gewoon mee door om hem zoveel mogelijk kennis te laten maken met andere honden. Dat het een beetje wendt voor hem. Ja, en verder is hij naar mensen toe...
ja, een schat van een hondje. Dus we zijn gewoon, we hebben geen familieleden ook verder meer gesproken. Dus qua achtergrond, wat hij gewend was, qua alleen thuisblijven of zinnelijkheid, weten we eigenlijk vrij weinig over hem. Maar wij hebben hem hier in ieder geval leren kennen als een ja, superlief en ook nog actief hondje. Ik twijfel zelf, denk ik, jeetje, moet hij echt tot 12 zijn? Maar ja, hopelijk gaat hij gewoon nog een poos mee. Nou ja, dat is één voordeel natuurlijk bij de kleintjes die gaan, en zeker de kruisingetjes, die worden vaak een stukje ouder. Ja. Dus u kan er nog heel erg lang plezier van hebben. En nu is hij of zij, ben ik even vergeten, hij helemaal gezond? Voor zover ik weet, moet heel eventjes antwoord schuldig blijven, maar voor zover ik weet wel. We hebben hier een bult weggehaald en dat hielde niet helemaal lekker in het begin met de wond, maar dat zit netjes dicht. Dus ja, zijn gebit is helemaal gedaan, niets houdt er meer tegen om te vertrekken eigenlijk. Nou oké. Okay. Dan met deze prachtige kleine. Ik hoop dat die heel snel geplaatst wordt. Dan wordt het nu ook tijd, aangezien het weer, om deze uitzending toch maar eens te gaan beëindigen. Ja. Nou. Wil jij nog wat zeggen? Nee, ja, ik hoop de mensen snel te zien. En is het niet voor een van deze 5 kanjers, dan zit er nog meer. Dus hou de website in de gaten en kom gezellig langs. Oké, lieve mensen, dit was Dier en Vriend TV voor deze week. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer. Dier en Vriend TV, het dierenprogramma van Stichting Mens en Dier Nederland, wordt mede mogelijk gemaakt door Dierenspeciaalzaak Dobie Leidsenveen, Dierenspeciaalzaak Dobie Scheveningen en Hart voor Dieren, het magazine voor alle dierenvrienden.